Don't you forget about me. YouTube, Acid hier. Ik ben dus Nathan van der Gunst, as known as Acid. En het is mij weer gelukt om een fucking dikke nota te krijgen. Die nota krijgen jullie nu te zien in beeld. Dat video maar een pauze, de jullie aan mij kunnen racen. Dik bullshit. Holy shit. What the fuck zit er hier in mijn boekentas? Is back. Deze keer heb ik alleen mijn scuff controller bij Shaquille laten liggen. Dus nu moet ik op de PS4 spelen met mijn gewone PS4 controller. Vandaag gaan we Advanced Warfare spelen op de PlayStation 4. Als wij opnieuw de 400 likes kunnen halen, morgen gewoon een nieuwe video. In deze video ga ik jullie uitleggen hoe je een echte man kan worden. Dus jongens, ik zou zeggen, let's go. Vandaag een nieuwe Advanced Warfare Live Cut Commentary. We spelen vandaag voor de allereerste keer op zo'n DLC map. En ik heb deze map nog nooit gespeeld. Dus holy shit, waar de fuck zijn we? Maar in deze video ga ik jullie uitleggen hoe je een echte man kan worden. En vooraleer je een echte man kan worden, moet je eerst de snor laten staan. Want anders ben je natuurlijk geen echte man. Ik ga jullie nu even met mijn illegale YouTube powers laten zien hoe je de snor laat staan in een kwart seconde. Holy shit, ik heb een snor. Hola, buenos dias, muchachos. Nu kunnen we beginnen met Advance. Nu kunnen we beginnen met echte streaks te halen. We hebben de snor, let's go. Holy shit, dat ding jeukt. Waar zijn de enemies? Waar zijn de enemies in deze rare map waar ik nog nooit van heb gehoord in mijn fucking leven? Daar zit er eentje, ja. Wat een fucking kut map. Er zijn overal fucking klonen. Daar is er een enemy die wij gaan killen. Oké, dus ik ga proberen Advanced Warfare te spelen als echte man. Wat moeilijk is, want dan moet je dikke streaks halen en de enemies zijn fucking MLG players. Maar wij hebben een snorretje, dus let's go. Don't you forget about me. And this is how you make kills. Own them like little fucking ponies. Fucker, ligt hier gewoon een fucking clone dood in een stoel. Holy shit. Get kills. Die snor helpt echt wel om kills te krijgen. Holy shit. Hopelijk zijn er nog een beetje leuke maps in die DLC. Want voor de rest is het nu echt dikke fucking kutzooi. Ik wou ook coole camo's kopen, maar ik heb geen geld. En mijn snor komt los, holy shit. Vrijdag doen we ook een echte mannen livestream. Ben jij echt man of echt vrouw? Kom dan kijken om vrijdag om 8 uur op Twitch. Kom zeker kijken, het wordt cool. Oké, dus ik speel met een gun die ik nog nooit heb gezien. En het gun ziet er echt fucking uit als een fucking piemel. Het is alweer zo'n wannabe toekomst gun. Ik hoop vanuit het diepste van mijn hart dat de volgende Call of Duty zo'n old school Call of Duty is met old school wapens. Het zou nog eens leuk zijn. Waar de fuck zijn die enemies in deze rare kutmap? Daar is er eentje. Holy shit. Dat gun is fucking sterk. Amp kills for the fucking win. Get kills, get stacked. Get supply drops. Holy shit, dit is de spot voor fucking kills. Voor een keer dat ik een beetje kills kan maken in een video, ik denk toch dat dit een fucking like verdient. De laatste tijd moet ik echt te veel moeite doen om goede gameplays te halen. Ik heb één keer zo'n gameplay geüpload waar ik echt speelde als een droge handdoek. Ik kreeg ook meteen fucking veel commentaar dan dat ik gewoon moest stoppen met Call of Duty. Dat ik beter een of ander kutspel ging gaan spelen waar ik wel goede scores op kan halen. Alleen jammer dat er geen spellen bestaan waar ik een beetje goed op kan spelen. Ik mag niet winnen. Ik heb een snor. Ik ben een echte man. Ik probeer altijd leuke dingen te zeggen alleen maar als ik kills kan pakken, maar dat is moeilijk want ik kan altijd maar één kill halen. Na die ene kill is het dan meestal al gedaan. Another kill round here. En ik heb ook nooit geluk in die fucking supply drops. Want het enige elite wap die ik heb gehad is dit kut handgun. Oké, we proberen er een kill mee te pakken. Kom op. Af. Holy shit. What the fuck? Ah. Ja. Mijn snor is ook weg. Holy shit. Pak hem er nog een beetje aan voor de gezelligheid. Deze spellen is te moeilijk voor mij. Ik vind het moeilijk om die killerino's te halen. Ik wil een killerino. Deze spellen is te moeilijk. En mijn snoren hangt een beetje los. Let's pray. We have a good supply drop. De snor aan voor meer luck. Yes. Super nice. Super nice. Fucking kutspel.
Nu heb ik er dan één gegroeide wenkbrauw, a.k.a. unibrauw. Mijn camera is net uitgevallen omdat er nog een volledige vlog op stond. Dus ik heb mijn camera volledig opnieuw moeten opstarten. Fuck my life. Maar we gaan toch verder spelen. Let's go. Ik heb even mijn game glasses opgezet voor de ultimate gaming experience. Zo kan ik meer uit mijn spel halen. Dan kan ik een echte MLG player worden. Fucking kutzooi. Wat heb ik toch met die fucking zonnebrillen? Waarom doe ik die altijd aan om een fucking spel te spelen? Voelde mij al grappig. Vroom vroom in mijn brand new Lambo. Can I get the kills? Can I get the kills? Can I get the kills? Nee, natuurlijk niet, want ik heb geen game glasses voor de ultimate gaming experience. Wat zeggen die reclame shops altijd? Koop dit voor de ultimate gaming experience. Ik ben zo slecht geworden in dit fucking spel. In het begin was het nog oké, maar nu, holy shit. Maar ja, mensen, ja, we moeten gewoon blijven proberen die goede gameplays te halen voor jullie. Want anders... Anders krijg ik die subs en het is kut zo. Vroom vroom in mijn brand new Lambo. Bestaan er geen spellen waar je makkelijk goede gameplays op kan halen of zo? Op Black Ops 2 ging het altijd makkelijk om goede gameplays te halen. Nucleus, 100+, alles. Niet dat ik dat ooit heb gehaald, maar oké. Okay. Het was gewoon makkelijker om positief te spelen. Ik word gematcht met MLG players. Ik ben zo slecht. Ik zelf nu ga campen. We gaan eens tonen dat Acid kills kan pakken als hij campt. Let's go. Ik ben zelf te slecht om te campen. Beter lief ik gewoon de game en sluit ik alles af en holy shit. De snor heeft niet echt geluk gebracht. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Ik zeg, kunnen we die 400 likes knallen? Zo fucking episch zijn. Upload het morgen gewoon een nieuwe video. Ik ben Acid en ik zeg, jongens, adios. Like, deel en deel. Ja, you. Ja, you.